Universiteit van Nederland. Legt uit. Hoeveel hitte kan een mens aan? Nou, daar heb ik een eenvoudig en een wat ingewikkelder antwoord op. Het eenvoudige antwoord is 43 graden. Als de temperatuur oploopt tot boven de 43 graden, dan gaan we dood. We moeten dus alles aan doen om te voorkomen dat onze lichaamstemperatuur boven de 43 graden komt. Maar dat wil niet zeggen dat een omgevingstemperatuur van 43 graden dodelijk is. Het gaat echt om die lichaamstemperatuur. Zo'n omgevingstemperatuur van 43 graden komt heel vaak voor. Op verschillende plekken in de wereld, ook waar veel mensen wonen. En de temperatuur kan zelfs daar boven de 50 graden oplopen. Rajasthan ke do zile, Bundi aur Churu mein mangalwar ko tapman 50 degree tak pahunch gaya. Baja California está enfrentando una ola de calor impresionante, alcanzando temperaturas de más de 50 grados centígrados. Maar dat geeft natuurlijk wel problemen. Als de temperatuur oploopt, dan zie je ook dat de sterfte toeneemt. Maar waar komt dat nou door? Kijk, het lichaam functioneert het best als in rust de lichaamstemperatuur in de kern ongeveer 37 graden is. Hier wordt warmte gemaakt in de lever en in de hersenen en dat wordt met de bloedvaten wordt dat helemaal verdeeld. Willen we nu die warmte kwijtraken, dan wordt het gestuurd naar de bloedvaten in de huid. Als de bloedvaten in de huid open gaan staan, dan kan er veel bloed doorheen en dan kan de warmte worden afgestaan. Dat zie je bijvoorbeeld aan een rood hoofd in de hitte. Dat is het eerste systeem. Het tweede mechanisme is zweten. Door onze zweetklieren in de huid transporteren we vocht uit ons lichaam naar buiten toe. Als het dan van die huid verdampt, koelt het. Een beetje hetzelfde als hier. Hier wordt door warmte geproduceerd een elektrische plaat. Als ik er vocht op doe, verdampt het vocht en dat zorgt voor koeling van die plaat. Zo werkt het ook bij een mens. Door zweet te produceren, koelen we onze huid. Maar hoe heter het is, des te moeilijker die twee koelsystemen het hebben. Je kunt bijvoorbeeld uitdrogen. Als je heel veel zweet en te weinig drinkt, dan droogt je lichaam uit en dan kun je in grote problemen komen. In de hitte zien we meer hartproblemen. Dat komt omdat de bloedvaten en huid open gaan staan, waardoor er minder bloed terug kan naar het hart. En het hart moet dus ook harder werken. En dat is dus een gevaar. Je kunt ook last krijgen van je ademhalingswegen. Door de straling van de zon wordt ozon gevormd en als je die inademt, dan prikkelt dat de luchtwegen en dan kun je dus problemen krijgen met je longen. Ook het zenuwstelsel wordt aangetast door die hitte. Als het warmer wordt, dan ga je wazig zien, je krijgt problemen met lopen, je krijgt coördinatiestoornissen. Alles heeft te maken met zenuwstelsel. Deze problemen vinden we vooral bij de ouderen en bij de chronisch zieken. Maar voor iedereen geldt, bij 43 graden ga je dood. Als de temperatuur in de hersenen hoger wordt dan 43 graden, gaan de eiwitten, de bouwstenen van ons lichaam, gaan stuk. En we vinden het in ons maag-darmkanaal. Ook daar gaan eiwitten stuk en dat leidt tot hele grote problemen hier. Dus bij 43 graden is het afgelopen. Er zijn vier factoren die bepalen of onze lichaamstemperatuur op gaat lopen of dat we hem constant kunnen houden. En de eerste daarvan is het weer. En dat is niet alleen de temperatuur, maar ook de straling, de luchtvochtigheid en de windsnelheid. En die kunnen we meten met dit apparaatje. Deze meet de omgevingstemperatuur. Deze meet de zonnestraling. En deze meet de luchtvochtigheid en de windsnelheid. Die luchtvochtigheid is van belang, omdat als het vochtig is, kan ik mijn zweet moeilijk verdampen. Samen vormen ze de hittekracht. Hoe hoger de hittekracht, des te zwaarder ik het heb in de hitte. Het tweede wat we kunnen doen om die lichaamstemperatuur niet te ver op te laten lopen, is de juiste kleding kiezen. Wijd, dun, maar vooral het zweet moet goed kunnen verdampen, dus ademend. En het derde wat een rol speelt, dat is het inspanningsniveau. In rust maak ik ongeveer 100 watt aan warmte. En bij zware inspanning kan dat wel 2000 watt zijn. Dus hoe rustiger ik ben, hoe minder inspanning, des te minder ook mijn lichaamstemperatuur oploopt. En tenslotte is er nog een vierde factor, dat zijn individuele factoren. En dat laat ik zien aan de hand van deze ballonnen. Deze ballon die heeft heel veel inhoud ten opzichte van oppervlakte. En dat betekent veel warmteproductie en moeilijk om die warmte af te geven. Deze dunne ballon die heeft weinig inhoud en heel veel oppervlakte, waardoor het heel makkelijk is om die warmte af te geven. Dus de lichaamsbouw bepaalt voor een groot gedeelte hoe goed je met die warmte om kunt gaan. Wat ook een rol speelt is gewenning of wat wij noemen hitteacclimatisatie. Als je een aantal dagen achter elkaar in de hitte zit,
Dan krijg je meer vocht in je lichaam, waardoor je meer kunt zweten en ook je huid beter kunt doorbloeden. Bovendien zie je elke ochtend dat je opstaat die lichaamstemperatuur een klein beetje dalen, zodat je steeds koeler aan de dag begint. Het is een heel krachtig effect. Mensen kunnen heel goed zich aan hitte aanpassen. En dat zien we ook terug in de cijfers. Naarmate het kouder wordt, zie je dat er meer mensen doodgaan. En naarmate het warmer wordt, zie je dat er meer mensen doodgaan. In Nederland vinden we de minimale sterfte bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 18 graden Celsius. Maar als ik dan ga kijken naar Thailand, dan zie je dat de minimale sterfte bij 26 graden ligt. Dus dat is opgeschoven. De mens kan zich dus aanpassen. En dat zien we ook in Nederland. In Nederland zien we nu met de toenemende warmte dat er verschuiving is van de minimale sterftetemperatuur van 18 en 19 graden Celsius. Maar hoe kunnen we wennen aan hitte? Dat doen we door ons lichaam gedoseerd aan hitte bloot te stellen. Bijvoorbeeld door regelmatig in een warme sauna te gaan zitten of door inspanning te verrichten in de hitte. En het lichaam past zich dan mooi aan, zodat je beter tegen de hitte kunt. Elke zomer zitten ze er weer. Vliegen in je huis. Maar als je ze probeert dood te slaan, ben je bijna altijd te langzaam. Ik ben Robin, ecoloog. En in de volgende aflevering leg ik je uit waarom dat zo is.